De Antwerpse hollybygemeenschap viert dit weekend feest met Antwerp Pride. Het belooft alvast een heel druk weekend te worden met voor ieder wat wils. Ik ga je niet vervelen met alles op te noemen. Ik denk vooral een heel feestelijk en zonnig weekend. We hebben dit jaar de gigantische eer en het is echt wel een benefit om het samen met RGLTA, dus International Gay Lesbian Travel Association, te kunnen en mogen organiseren, wat een hele internationale scope teweeg brengt. We verwachten vooral, ik denk, heel veel volk internationaal. We hebben inhoudelijk heel veel samen met Designers Against AIDS te doen, met RGLTA, met Sensoa. We hebben een heel seminarie rondom het transseksuele. Ook de Europese Commissie dit jaar gaat daar haar bijdrage te leveren, wat fantastisch is. Maar we hebben ook heel veel leuke dingen op feestniveau. Zoals je weet, we hebben voor deze keer de White Party, wat een gigantisch groot feest gebeuren gaat zijn aan de kaaien. Met dit weer wordt het gewoon super. We hebben een fantastische openingsreceptie in de Zoo, waarna we samen met IGLTA naar het Draakplaats gaan voor het openingsfeest. We hebben, en daar ben ik bijzonder excited over, als ik het zo mag zeggen, op zondag ons closing festival, ons eigen Antwerp Pride closing festival, van 3 tot 6 op de Grote Markt, met een hele rits van stevige, goede artiesten, waar we dus hopelijk heel de stad bij kunnen betrekken. Dus kortom, een heel intensief, vrolijk en vooral integrerend feestweekend. Er staat ook natuurlijk een White Party, de eerste keer dat die in Antwerpen doorgaat. Wat denk je daarover? Ik ben heel blij. Ik vind langs de kant natuurlijk jammer dat Navigation niet doorgaat, want laten we wel wezen, dat is een zeer, zeer mooi evenement. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en we zijn zeer, zeer dankbaar dat we dus zeer snel een alternatief gevonden hebben in de vorm van de White Party. Het is een internationaal sterk concept, een vrolijk concept, een zonnig concept. Dus alle kleuren van de regenboog samen vormen wit. En wit met dit weer gaat gewoon fantastisch zijn. Muziek gaat heel vrolijk zijn, leuke performances. Ik denk dat we dus een gigantische kanaal. Ze denken nu al dat het de grootste White Party ever zal worden. Dan is het helemaal anders. In de aanloop naar de verkiezingscampagne haalde Alexandra Kolen heel hard uit naar jullie. Wat denken jullie daarvan? God, moet ik daar echt iets over zeggen? Ik denk dat dat voor zichzelf spreekt. Ik vind dit jammer, ik vind dit zielig. Iedere mens heeft zijn recht op haar of zijn mening, dus ook mevrouw Kolen. Maar dat betekent niet dat ze mensen moet schofferen. Dat ze mensen moet terug naar een niveau brengen alsof we abnormaal of marginaal zijn. We hebben echt geen zin in, en ik kan haar geruststellen, we zullen echt nooit meer in de catacombe kruipen. Want dat is blijkbaar datgene wat ze willen. We zijn niet mentaal nog geestelijk ziek, zoals zij insinueert. En wij zijn vrolijke mensen, we willen genieten van het leven. En inclusief het seksuele, heel belangrijk, we moeten ons niet schromen voor het feit dat vrolijk zijn om wie we zijn, heteroseksueel, biseksueel, transgender of homoseksueel, en genieten van datgene wat onze lieve God ons gegeven heeft, om het in haar woorden te zeggen, is geen zonde. Dus dat is het enige wat ik daarop te zeggen heb. Hoeveel mensen verwachten jullie het komende weekend? Vele tienduizenden. Dus afhankelijk van het weer, maar het weer zal dus goed zijn, hoop ik van, hoop ik in principe toch op meer dan 50.000 dit jaar. En volgend jaar een vierde editie? Zeker, zonder enige twijfel. Oké, veel plezier. Dankjewel.